Stichting Roemas heeft vandaag aan 60 jongens certificaten uitgereikt voor het succesvol afronden van projecten waaraan ze hebben deelgenomen. Het gaat om de projecten Mevrouw, ik heb een zoon, Wanyu Opodoro en Kong Yepide. De certificaatuitreiking vond plaats in het CCS-gebouw. Jongens van verschillende leeftijden hebben trainingen gehad op het gebied van discipline, verantwoordelijkheid en teambuilding. Het PADF-KRIU-programma heeft gezorgd voor de financiering van de projecten. Emmy Hart, oprichter van Stichting Roemas, is trots op de jongens. Voor 2017, we zijn een organisatie met een christelijke basis en we bidden veel. En voor 2017 in deze tijd, Roemas kent geen precaire tijd, dat is duidelijk bewezen. We zoeken wel fondsen, we hopen dat in 2017 we zover zijn, we bestaan 7 jaar, dat de regering zal begrijpen dat we heel veel voor ze doen, want elke jongen hier is een winst voor Suriname. En dat we, ik hoop dat ik het van hieruit wat zeggen, dat we op de rol kunnen komen van een ministerie. Wij hebben in 2017 twee heel mooie projecten aangeboden gekregen. Dat is ergens nog een geheim voor Roemas, voor Suriname. Maar ik wil alleen maar zeggen, God is met Roemas. En als God met Roemas is, wie kan dat tegen ons zijn? En dat was Emmy Hart, oprichter van Stichting Roemas. De stichting heeft vandaag aan 60 jongens certificaten uitgereikt voor het succesvol afronden van één van haar projecten.